Ja, ik ga die nachtkastjes van elkaar zetten. Ik vind het zelf altijd heel interessant in vlogs om te zien als mensen boodschappen hebben gedaan en wat ze dan hebben gekocht. Ik weet niet hoe slim dat is, maar in mijn ogen is dat best wel dom. Oh my god, Jesus. Oké. Okay. Ja, en hoe het dan zo gepakt is, gewoon heel fascinerend. Ik ben er gewoon niet zo goed in, maar ik dacht ja. Welkom bij alweer het derde deel van de verhuisvlogs. Want ik merk dat ik zoveel nog te filmen heb en te vertellen en te laten zien. En er moet ook nog zoveel gebeuren. Dus ik denk, ja, weet je, ik heb me bedacht, ik ga gewoon de komende weken het allemaal een beetje bijhouden en vloggen. En dus vooral in huis. Want niet echt buitenshuis de dingen die ik doe. Dus dat vind ik juist wel chill ook. Lekker dat ik binnenshuis kan vloggen en een beetje laat zien hoe ik hier in dit nieuwe huis mijn leven opstart. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Dus, het derde deel. Wow, ik heb even make-up opgedaan, want ik wilde een video op gaan nemen. En ik vind het wel echt lekker om soms even lekker uitgebreid te zitten make-uppen. Ik zou eigenlijk gisteren die video opnemen, maar toen was een hele dag herrie en ik kwam er niet echt aan toe. De IKEA-bestelling is binnen en dat is superleuk. Al is het eigenlijk een beetje struggle. Dit is namelijk een kapstok, maar volgens mij hebben we de afmetingen niet bekeken. Want dit past dus niet naast de deur, want we wilden hem dan eigenlijk hier hangen. Maar dat heb ik net gekeken en dan kan de deur net niet meer echt open. Maar we hebben hier nog zo'n klein hokje. En daar past hij wel perfect. Dus misschien vind ik dat ook wel een goeie. Dan hangt daar gewoon een kap. Zo kunnen we hier alsnog spullen neerzetten. Ja, het gaat dus sowieso rommelig worden met veel jassen eraan en zo. Dus ik denk eigenlijk dat ook wel mooi is om het niet zo rommelig in de gang te hebben. En de gang juist lekker leeg te houden. En we hebben ook nog twee nachtkastjes besteld. Echt super minimalistische nachtkastjes. Oh, hier zie je hem op de kop. Maar gewoon heel simpel in het zwart. Mat zwart, geloof ik. Nou, dus die wil ik even in elkaar zetten. En we hadden nog twee schilmesjes in de bestelling. Maar ja, ik hoop dat het een leuke creatieve oplossing is met die kapstok om het in het kleine hokje te hangen. Oh, dit is zo chill. Oh ja, oh, dit is van staal. Ja, dit is precies dus dat zwarte staal willen we echt veel laten terugkomen in ons huis. Ik heb echt zo'n broek aan en voel me echt een moeder in die broek. Wat vond ik in? Oh. Dit staat trouwens om de bestelling heen. Oh, we hebben ook nog een badmat. Oh, heerlijk. Ik heb hier opgeruimd. Ik vind het zo chill. Best klein is die, maar ja, was maar 6 euro, 7 euro. Wel chill. Oh ja, maar deze broek heb ik een tijdje niet aangehaald. Deze is van Costes. En mijn schoenen zijn van de Bershka. En mijn trui is van de Primark. I know. Ik wil echt geen kleding meer kopen bij de Primark of überhaupt fast fashion winkels. En ik heb nu al 2 maanden geen kleding gekocht. En ik doe dus ook weer een halve vuilniszak weg. Ik heb mijn haar trouwens een beetje bijgekruld. Ook wel chill. Soms vind ik het echt heerlijk om me weer even, zeg maar, opgedoft te voelen. Al kan ik me net zo mooi voelen zonder make-up, hoor. Zoals ik dat altijd al zo vaak zeg. Ja, ik ga die nachtkastjes van elkaar zetten. Dat is wel echt chill. Oké, nou, ik heb ze neergezet. En ik ben er echt blij mee. Vooral met dit zwarte beddengoed. Ja, ik hou hiervan. Dit is gewoon lekker simpel. En het is ook handig met het stopcontact daarachter. Dus ik heb hier trouwens die lamp, die Philips Hue lamp staan, wat wel chill is, want we hebben, dit is een hele oude met zo'n afstandsbediening, want we hebben nog hier geen lamp. En hier is het andere nachtkastje, echt super chill is dit. Oké, nou, heb ik dat ook weer gedaan. Even kijken wat ik nu ga doen. Nou, deze kapstok dus, wacht ik even mee tot Jesse thuis is, want dan moeten we ervoor boren. Het regent een beetje. Ik ben echt blij dat ik de hele dag thuis ben. Ik ga nu mijn statief neerzetten en mijn Q&A filmen. Ja, dat moet ik echt doen, want anders wordt het straks weer te donker, want het is de hele dag al grijs. Ik vind het zelf altijd heel interessant in vlogs om te zien als mensen boodschappen hebben gedaan en wat ze dan hebben gekocht. Dus dat ga ik ook even laten zien. Ik heb voor 2 avonden avondeten gehaald, wat ik normaal echt nooit doe. Hier zitten appels in, ik heb spinazie, want ik wil pasta pesto maken. Vanavond dat doe ik altijd heel simpel met ui, knoflook, spinazie, pesto en spaghetti en parmezaanse kaas. Het is echt easy as that. Ik vond deze vegetarische filet americain. Normaal haal ik die van de vegetarische slager, maar ik vind deze wel, ja, deze wil ik wel proberen. En ik eet dat dan altijd op zo'n volkoren cracker. Ik heb ook zilvervlies rijst gehaald, want we hebben gisteren curry gegeten. En ik heb dus ook voor een avond gewoon gebakken aardappeltjes met een vega burger en broccoli. Dat is echt mijn go-to. Als ik niet weet wat ik moet maken, dan is het of spaghetti pesto of gebakken aardappeltjes met een vega burger en broccoli. Oh, en dan ga ik even lekker wat snacken. En dit is ook altijd mijn go-to snack als ik toch een beetje enigszins gezond wil snacken. En dit vind ik lekker en dat eet ik dan met soja yoghurt. Dus ik probeer altijd heel veel vega, vegan. Ik koop nooit vlees in de supermarkt. Ik eet heel soms vlees als we in een restaurant eten of bestellen. Dus ik ben eigenlijk een beetje flexitariër. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk vegan. Maar ja, ik kan gewoon niet zonder kaas. Dus maar ook dingen als pure chocola en dit soort granola, weet je. Dat vind ik wel belangrijk om toch een beetje healthy daarin te zijn.
En ik had Elstar appels gehaald. Die zijn vet goedkoop. Super chill. Maar kijk, hier staat nog curry van gisteravond. Als je voor 2 personen bestelt, dan heb je echt letterlijk voor 10 personen eten ongeveer. Nou, oké, valt mee. Ik denk dat je als je voor 2 personen een menu hebt, kan je makkelijk met z'n 3 ervan eten als je zelf wat rijst bij kookt. We hebben een lamp bij de eetkamertafel. Echt, I love it. En dat was wel even moeilijker dan gedacht, omdat, ik weet niet of je het goed kan zien, maar het plafond is gespoten en ze hebben het ook allemaal over die bedrading gespoten. Ik weet niet hoe slim dat is, maar in mijn ogen is dat best wel dom. Maar goed, we hebben ook de kapstok opgehangen en ik vind dit echt een top plek voor de kapstok. Alsof het ervoor gemaakt is. En het was nog wel even een struggle, want we moesten eerst de dingen in elkaar zetten en daarna gaat de even kijken waar die moest en dan gaat in de muur boren. Maar dit ding kon eigenlijk, want de deurpost is net iets minder breed dan de muur hier. Snap je? Dus we kregen hem er niet door. Nou, het was echt een dikke struggle. Mijn regenjas hangt hier. Die kan ik trouwens wel even ophangen. Zo, deze kleuren passen echt niet bij elkaar. Ja, en hier kan ook gewoon nog allemaal spul staan. Ik heb hier mijn make-up neergezet. Ik vind het is een hele rare plek, maar ik merk dat ik het fijn vind om dit zo gewoon te pakken. En dan hier aan tafel mijn make-up te doen. En niet in de badkamer. Dus ik vind het eigenlijk dan wel heel chill dat ik het gewoon hier opberg. Nou, ik heb mijn bril op. Vraag me niet waarom, want ik heb helemaal geen bril nodig. Maar het is gewoon een blauw lichtfilterbril. En soms dan denk ik er ineens aan, oh, laat ik die opzetten. Ik heb echt absurde krulletjes, maar het heeft geregend. En dan is mijn haar echt in een pluizenbol. Maar ja, wel grappig eigenlijk ook. Ik heb gisteren voor het eerst gekookt in huis. Dat heb ik helemaal niet gefilmd, maar ik had lekker de pasta pesto gemaakt. Dat was echt heel chill. En dan kwam nog een vriend van Jesse langs gisteravond. Ik zit nu de vlog namelijk te editen en ik dacht ineens, oh, ik heb nog helemaal niet gefilmd vandaag. Dus. Oh my god, haar. Jesus. Oké, ik ga trouwens deze gordijnen even uitpakken. Want die hebben we van de Weekamp binnengekregen, maar die heb ik nog helemaal niet uitgepakt. Het pakketje is echt wel heel lang binnen. Al een week, sinds we hier wonen eigenlijk. En ik wil heel graag kijken of die kleur van de gordijnen eigenlijk wel bij de bank past. Want we moeten hier nog gordijnen ophangen. Nou, doei! Dit zou de kleur taupe moeten zijn. Ik vind dit heel bijzonder. Maar ik denk dat het daarom wel best lekker bij de bank staat. Het is lichter dan ik had verwacht, maar het hoeft ook niet helemaal verduisterend te zijn. Oh, het is wel verduisterend enigszins. Ik zal eens even kijken. Oh, maar dat was zo'n hel om die gordijnen op te hangen in de slaapkamer. En nu willen ze ook nog hier natuurlijk. Hoe krijg ik dit nou open, joh? Maar misschien moet ik ze nog niet open. Oh, deze kan beter open. Het is vrijdag en we hebben weer wat voortgang. Ik heb namelijk dit kastje op de kop getikt bij een vintage design winkel. En dit is gewoon het kastje van de IKEA. Die normaal 40 euro is. En ik heb hem in zo'n vintage winkel voor 15 euro. Maar toen kwam het probleem. Ik moest hem meenemen en ik was op de fiets. Dus dat werkte niet. En ik heb hem gisteren gekocht. En toen wilde ik hem meenemen in de bus. En ik had alleen mijn pinpas bij me. Geen OV-kaart of zo. Toen wilde ik gaan pinnen. Want ik dacht, kan ik gewoon een kaartje pinnen in de bus? Kon ik niet pinnen in die bus? Wat ik echt absurd vond in deze tijd. Maar goed. Toen kon ik hem gelukkig bij een vriendinnetje thuis zetten. Die daar vlak bij die winkel woonde. En nu heb ik hem vandaag even opgehaald met de bus. Dus echt super blij mee, want dit past helemaal in ons interieur. Het is lekker ook zwart staal. En het is perfect voor naast de tafel en misschien nog wel aan de andere kant van de tafel. Voor zeg maar als we gewoon de tafel in één keer even helemaal leeg willen hebben, dat we alles daar gewoon in flikkeren. Niet dat het echt een rommelding moet worden, maar in ieder geval, ja, ik vind het ook chill met het plantje en zo. Ja, want anders staat gewoon die tafel zo vol. Oh ja, en ik heb foto's geprint bij de HEMA. Van ons, want ik wil er eentje aan mijn Paken en Beppe geven. Of aan mijn Beppe, want die is morgenjarig. Daar gaan we heen. Ik denk dat ik deze geef. Wel leuk. En dan hebben we eentje gewoon voor zelf. Die is ook wel leuk om hier neer te zetten misschien. Ik weet het niet. Deze ga ik wegdoen, want die zijn niet chill. Dus hier ook. Ik ga even lunchen en ik heb de curry die we over hebben van dinsdag of zo. Ja, dinsdag hebben we curry besteld. Even opgewarmd en wat spinazie erdoor gedaan. Want dat had ik nog liggen en dat vond ik wel een creatief idee van mezelf. Dit is echt een struggle. Deze lamp hier hangt dus al en dit is dezelfde. En die willen we daar ophangen. En dan wat korter. Maar ik snap niet hoe mensen dit kunnen. Wij hebben lekker gegeten en het is echt zo vroeg donker. Oké, het is nu al wel 9 uur. Maar wij gaan nog even naar een feestje van een vriendinnetje. Het is haar afscheidsfeestje, want zij gaat naar Amsterdam verhuizen. We zijn naar de IKEA geweest en we hebben een tv-kastje gekocht. Een hele simpele, was maar 50 euro. Super chill. Want ja, waarom zou je iets moeilijks doen als het ook simpel kan? Dus die is Jesse nu even in elkaar aan het zetten. Normaal vind ik dat ook heel leuk om te doen, maar ik laat hem even lekker.
En er staat een ladder daar, want we moeten die lamp daar nog ophangen. En ik ben even tosti aan het maken, want dat is echt onze go-to food. Oh, die zijn ook al best wel klaar. Oh ja, we hebben een familiedagje vandaag, dus we gaan zo meteen naar mijn familie, want mijn Beppe is jarig. Dus we gaan lekker naar Friesland. Burgerlijker dan dit kan echt niet. Ik ben een boek aan het lezen. Dit boek ben ik opnieuw aan het lezen. Echt een dikke aanrader als je meer wil weten over minimalisme en gewoon, ja, je realiseren wat echt belangrijk is. Ik ben al best ver en best wel ook... dingen aan het markeren en zo. En ik vind het altijd chill als ik een boek voor de tweede keer lees. En Jesse is voetbal aan het kijken. Groningen Ajax. Dus dat is wel interessant. En we drinken een wijntje. Dus daarom zeg ik al, burgerlijker dan dit kan niet. En wat ik ook nog aan het doen ben. Ik heb in mijn oortjes klassieke muziek. Maar ik ga er zo goed op. Ik had het niet verwacht. Maar ik vind het wel chill om dus te lezen. En een beetje aantekeningen te maken en weer een beetje opnieuw in dat minimalisme te komen. En gewoon bewustheid en duurzaamheid. En ja, daar gaat het boek over. Dat is Jelle Derks die het heeft geschreven. Ik heb daar trouwens een keer een video over gemaakt op mijn kanaal. We hebben een tv-kastje. En ja, de kabels moeten nog weggewerkt worden. Oh ja, en we hebben een deurmat. Ook heel chill. Die kostte echt €1,30. En met anti-slip dingetje eronder. Nou, echt fantastisch. We hebben een pakketje. Wie gaat hem openmaken? Wat ben je nou aan het doen? Internet. Oké. Nou, is goed. Oh, hier is een schaar. Nou, we hebben dit gisteren besteld en aangezien dit gisteravond of zo, toch? Ja. En het zijn nieuwe borden, want wij hadden alleen nog maar diepe borden. Spannend. Oh, die zijn echt mooi groot. Mm-hmm. Echt mooi. Oh, is dat het? Dat is het merk. Cozy and trendy. Yep. Ik vind het wel mooi, want ze zijn alsnog niet helemaal recht, zeg maar. Echt mooi. Ja. Top. Ja, echt mooi. Heel mooi. Want we hebben dus al deze borden. Vier van deze, dus er staan twee in de vaatwasser. En ook deze bakjes. Dus nu zijn we helemaal in stijl en zijn we helemaal... ready. En we hebben nog twee kleine witte bordjes gewoon voor brood, zeg maar. En hier zijn twee andere bakjes, want we hadden vanochtend yoghurt. Maar oh, dit flikkert een beetje, dit licht. Maar goed, echt een heerlijke zondag. Ik ben van plan om de printen af te leggen, want volgens mij heb ik eindelijk door hoe het moet bij die deurhoekjes. Want ik kreeg ook leuke reacties van mensen. Dus ik ga maar even lekker gewoon een beetje klussen en dingetjes doen. Maar nu ga ik even die borden in de kast zetten. Nou, wat een drama dit. Beter dan dit... krijg ik het gewoon echt niet. Het is zo moeilijk, want ik kan die... Ik heb dit een beetje zo schuin, zeg maar, afgesneden. Omdat we zo'n plintenknipper hebben die zo bot is. Dus ja, beter dan dit krijg ik het gewoon echt niet. Maar ja, ik ben niet zo heel perfectionistisch. Dus ik vind het best wel prima. Nu moet ik hier... Ja, dit is ook wel erg. Maar ja, het gaat gewoon niet beter. Pakketjes! Het is inmiddels wat veel later. Die pakketjes kreeg ik gisteren al binnen. En ja, wow. Ik ga dit uitpakken. Open here. Dit is een plant en ik vind het zo cool dat je dat gewoon kan bestellen en dat ze dat dan gewoon zo komen brengen. Nou ja, echt heel logisch, maar ja, en hoe het dan zo ingepakt is gewoon heel fascinerend. Oh, cool! Hoe werkt dit? Dat is natuurlijk ook best zwaar. Nou, we zien alweer dat ik niet met planten kan omgaan. Zo. Wauw. Oké. Wauw, hij is echt fantastisch. Oh, hij is heel mooi. Hij is van Plantsum. Dit is niet gesponsord, helaas. We willen hem dus eigenlijk daar in de hoek zetten. Maar ik vind hem nu hier wel even leuk staan. Of zo. Dan kan Jesse hem ook gelijk zien als hij thuis komt. Er staat mooi prominent in de kamer. En dan kijken we wel waar we hem echt neer gaan zetten. Want... ja, dat, of ja, nou goed, I don't know. Ik heb heel veel honger. Dit is even een typical day dat ik zo druk bezig ben. Oh ja, want ik ben gordijnen aan het inkorten. Jeetje nou, en ik zit het maar echt onhandig te doen. Maar uiteindelijk komt het vast wel goed. Ik ben er gewoon niet zo goed in, maar ik dacht ja... moet dat echt perfect zijn? I don't know. Maar ja, dus, ik heb dat niet vaak, maar ik vergeet gewoon te eten. Dus ik ga nu echt dood van de honger. Dus ik ga even snel een tosti maken. Maar ze zijn ingekort en ik heb het niet perfect gedaan. Op sommige stukken slepen ze een beetje... Nou ja, eigenlijk niet. Nee, zoals ik nu zie, ze raken de grond net. Dus ja, ik heb het wel allemaal heel omslachtig gedaan. Maar ze zweven in ieder geval boven de grond. Ja, dus ik heb met zo'n, hoe heet dat, zo'n band of zo gestreken. Ja, ik heb het echt
super geïmproviseerd gedaan. Ik had een plank uit de kast hier op het bed gelegd, zodat ik de gordijnen zo erop kon leggen. En het, nou echt, jeetje. Nou, en verder, ja... Er komt natuurlijk een vierde verhuisvlog. Of dat wordt inmiddels wel een weekvlog, denk ik. Want er moet alsnog genoeg gebeuren. Er is nog genoeg voortgang. We willen nog steeds gordijnen in de woonkamer en dat soort dingen. Dus nou, ik vind het super leuk hoe jullie allemaal reageren op mijn vlogs. En er zijn veel meer reacties dan bij video's die over seks gaan. Dus daar ben ik super blij mee. Bedankt en tot de volgende keer. Abonneer je als je dit leuk vindt. En tot de volgende keer. Doei.